Hallo. Hi, Anja. Hi. Welkom back. We hebben elkaar al eens gesproken. Absoluut. Binnen testaankoop ben jij expert in welke afdeling? Ik zit op de adviesdienst van testaankoop, dus eigenlijk heel breed. Daar komen alle mogelijke vragen en klachten van de consumenten toe. Ja. Dus dat kan echt over alles gaan. Ja, en vandaag hebben we je dus uitgenodigd om het te hebben over de trein. Iedereen Klopt. Stimuleert ongelooflijk treinreizen. En ik begrijp het, het is ook heel leuk. Ik ben vandaag met de trein naar hier gekomen. Ik ook. Maar in België, maar net buiten onze landsgrenzen ook natuurlijk, kan het echt wel eens mislopen. Hè? Dus dat is zo'n beetje dubbelop. En daarom wil ik van jou weten, wat kan ik doen als mijn trein vertraagd wordt of geannuleerd? Ja, inderdaad. Reizen met de trein kan heel comfortabel zijn als het niet misgaat. En als het misgaat, ja, dan denken we ook onmiddellijk weer aan compensaties en wat je als consument kan doen. Dus we vertrekken van een annulatie. Ja, dat is duidelijk. Wat is er? Wat is het? Je trein rijdt niet. Bon. Ja. Ja. Daar sta je dan. Simpel. Daar sta je. Tweede situatie, je trein is in vertraging. Mm-hmm. Nu, wanneer beginnen we te spreken over compensatie en vertraging? Niet als je trein 5 minuutjes te laat is. Kan vervelend zijn om een aansluiting te missen, maar daar gaat het niet over. Als je meer dan 60 minuten aankomt met vertraging. Ik geef een voorbeeldje van een van onze leden. Je hebt een trein en die vertrekt dan met vertraging bijvoorbeeld 70 minuten. Tegen de tijd dat hij op bestemming was, die trein had heel hard gereden, waren er maar 50 minuten vertraging meer. Dus geen recht op compensatie. Jammer in dit geval. Ja, maar goed, ja. Maar anderzijds, je vertrekt op tijd, trein rijdt door, je komt 61 minuten te laat aan. Dan kan je wel gaan kijken naar die compensatie. Nu goed, je staat op het perron en je merkt, mijn trein is geannuleerd of er is een gigantische vertraging. Wat kan ik doen? Je kan besluiten, ik ga terug naar huis. Of ik keer terug, want het heeft echt geen zin meer. Ik ga snel mijn auto nemen. Bijvoorbeeld, toch, jammer. Hè? Of ik ga op een andere dag naar waar ik van plan was naartoe te gaan. Dus je ziet eigenlijk af van je reis. Een tweede mogelijkheid is, de trein is vertraagd of geannuleerd. Eigenlijk is het aan de treinmaatschappij om na te gaan wat de alternatieven zijn en binnen de 100 minuten in principe een alternatief aan te bieden. Lukt dat niet, kan je weer zelf op zoek gaan en dergelijke meer. En afhankelijk van die situatie kunnen we het dan ook hebben over wat zijn de oplossingen. Ja. Hè? Ja, want inderdaad, in welke gevallen heb ik dan eigenlijk recht op een vergoeding? Je zei het al, vertraging, daar kijken we naar 60 minuten bij aankomst. Ja. En bij annulatie? Wel, bij annulatie heb je recht op een terugbetaling. Nu, het hangt ervan af. Ik geef een voorbeeld. Je vertrekt vandaag in Charleroi, je reist over Brussel en je wil naar Oostende. Mm-hmm. Je komt in Brussel, trein, geen trein. Ja. Daar sta je dan, hè? Inderdaad. Je kan dus gaan zoeken naar die alternatieven, maar je kan ook zeggen, nee, ik hou het voor bekeken, ik keer terug. In dat geval heb je dus recht op terugbetaling van je treinticket. Niet enkel van het stukje Brussel-Oostende, maar van je hele traject, want je hebt je reis niet volledig kunnen maken. En ook voor de retour. Dus oh, ook dit kan je... Ja, want je hebt je reis niet gedaan. Bij vertraging ligt het een beetje anders. Dat hangt er eigenlijk vanaf hoe lang de vertraging is. Mm-hmm. Dus het moet al meer dan 60 minuten zijn, maar er zijn daar een soort verdeelsleutels van. Dat kan 25% zijn van het ticket dat wordt terugbetaald. Allee, dat je bovenop je ticket terugkrijgt. Mm-hmm. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Niet bovenop van de prijs van je ticket terugkrijgt. Of 50%, een beetje afhankelijk daarvan. En in beide situaties, of het nu gaat over annulatie of vertraging, kan het zijn, weer als het gaat over ernstige situaties, dat de treinmaatschappij je hulp moet bieden. Dat kan zijn bij warm weer, een flesje water, koekjes. Zelfs gaan tot een overnachting. Stel dat je het 's avonds laat op een perron toekomt, geen enkele trein meer. Ook daar moeten zij je hulp bieden. Maar ja, tot wie wend je je dan? Ja, tot de treinmaatschappij nadien. Maar op het moment zelf, inderdaad... Moet je het zelf doen. Moet je naar het loket gaan, kijken wat er is. En normaal gezien zouden zij moeten voorbereid zijn om je dan te helpen. Hè. Nu, die regels gelden in principe voor heel Europa. Okay. Maar zoals vaak kan het zijn dat die nationaal afwijken. En dan nog eens afhankelijk van de treinmaatschappij. Dus je moet echt wel goed gaan kijken als je een probleem hebt op de website zelf. Ja, oké. Okay. Geldt dit ook, ik overval je misschien met die vraag, maar geldt dat ook voor zo internationaal? Stel, je neemt de trein naar Parijs, naar Londen, maar die prijzen lopen wel op. Ik denk dan aan, zou ik 20% van mijn 15 euro, zou ik daar moeite voor doen? Ik zou dan denken, ik laat het maar. Ja, maar eigenlijk moet je het wel gaan opzoeken wat het kan, maar in
principe, zoals gezegd, internationaal, Europees. Je betaalt best wel wat geld voor een ticket naar Parijs, bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk. Nee, het loont zeker de moeite om te gaan kijken dan op de website wat kan en op welke manier. Want ja, het zijn Europese regels. Maar nog eens, als er afwijkingen zijn van de treinmaatschappij zelf of van het land zelf, ja, zitten we in een andere situatie. Maar dus voor alle duidelijkheid, je moet nadien actie nemen, want op het moment zelf sta je daar wel, denk ik, alleen op het perron. Maar ik zei het ook al... Ja, inderdaad, vaak wel. Ik zei het ook al met de festivaltickets. Ja? Verzamel bewijs als het misgaat. Ja, 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 ja. Blijft altijd de algemene regel. Ja. Nu, beste geval, er is een loket open. Je gaat naar het loket, je vraagt een papiertje waarop staat dat de trein geannuleerd is of dat de trein met zoveel minuten vertraging aankwam. Of je kan ook op de app van de website kijken en daar zie je ook soms annulatietrein. Maak dan een screenshot en voeg dat nadien bij. Want je moet inderdaad naar de website van de treinmaatschappij gaan en daar binnen een deadline. Ze geven ook aan hoe lang je tijd hebt om je claim in te dienen. Dus binnen die tijd voer je dan je bewijs aan en vraag je om compensatie met je bewijsstukjes, je screenshot. Ja, want we zijn toch echt aangewezen op online, hè, Anja? Ik denk aan mijn station in Hoven, waar ik woon. Daar zit gewoon nooit geen iemand. Geen kans. Ja. Nooit. Ook overdag. Dat is een machine. Ja, inderdaad. En dan kan je alleen maar online gaan kijken, gaan opzoeken. Ja. Welke trein was het? Hoeveel vertraging had die? En in het beste geval van je app een screenshot nemen. Okay. Nu, ik kijk nog eventjes na. Het is ook zo dat er uitzonderingen zijn waarvoor je dus de terugbetaling niet kan krijgen. Mm-hmm. En dan gaat het dan over overmacht, waar de treinmaatschappij dus zelf echt niks kon aandoen. Ik geef een voorbeeldje. De trein moet plots stoppen omdat er iemand onwel geworden is, ambulances bij en dergelijke. Het loopt gigantische vertraging. Het kan zijn dat zij dan niet ingaan. Maar ook dat is weer iets dat geval per geval moet bekeken worden. Oké, maar het is wel goed om te weten dat we toch beschermd zijn of toch wel recht hebben op bepaalde compensaties. En hoe dan ook, als het misgaat en je weet niet wat doen, de adviesdienst van Testaankoop met raad en daad. Nice, heel goed. Dankjewel, Anja. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende.